De geschiedenis kan compleet gemaakt worden door samenwerking, meent Jessica de Abru, medeoprichter van de Black Archives in Nederland. Wij spraken haar vandaag na de opening van de expositie, getiteld Mas Passie, verbonden geschiedenis van de strijd in Suriname en Nederland, in het Nationaal Archief Suriname. De Abru geeft aan dat het belangrijk is dat er vanuit een niet-Europees perspectief geschreven wordt over Surinaamse helden uit het verleden. Ik denk wat heel erg mooi is, is als we kijken naar de diaspora aan de beide kanten van de oceaan, dat we heel wat hebben meegemaakt en hoe beide diasporen eigenlijk hebben bijgedragen aan emancipatie, het gevecht tegen ongelijkheid en alles wat onrecht is. Wat ik heel erg mooi vind aan deze tentoonstelling en ook met ja, de verschillende partijen zoals met NAS en NACS, is dat we verschillende archiefstukken bij elkaar hebben gebracht. En dat betekent ook dat we die geschiedenissen completer kunnen maken met z'n allen. En we merken dus dat jullie een heleboel stukken hebben gekregen. Last moment zijn er nog wat dingen toegevoegd. Wat zegt dat jullie? Ik vind het een bijzonder eer, inderdaad. De dochter van Eddie Bruma heeft inderdaad wat stukken hier naartoe gebracht. Het is een eer om eigenlijk te zeggen tegen ons, ik vertrouw jullie met deze geschiedenis. Iets wat uit haar eigen familie komt, uit haar eigen archief. Het is gewoon een hele bijzondere ervaring. Ik zeg, het is eervol om daarvan onderdeel te zijn. De Abru zag verder dat het nodig is om alle diaspora bij elkaar te brengen in het kader van kennisoverdracht. Het is niet meer weg te denken dat er materiaal verzameld wordt om zodoende een beter beeld te krijgen van de geschiedenis. Nationaal archivaris Rita Chinafu merkt op dat de samenwerking met Black Archives in 2020 is begonnen en ook nodig was. Natuurlijk is het belangrijk en de samenwerking moet een uitwisseling zijn. Maar Mitchell zei ook, we hebben ook bijzondere stukken die ook voor de Surinamers in Nederland van belang zijn. Dus de uitwisseling is goed. Want we hebben de informatie niet in de Black Archives in hun collectie hebben. En tegelijkertijd bijvoorbeeld die manumissiebrieven, dat is ook heel bijzonder voor de Black Archives. Dus we moeten even goed samen zitten en nagaan waar zijn die gaten in onze collectie. Wat hebben we nodig en waar kunnen we aanvullen? Want dat is pas samenwerken. Iets samen doen en identificeren waar de zwaktepunten zijn, sterktepunten. En dan kunnen we elkaar aanvullen. Ook wat betreft de collectie. Jean Fu geeft aan dat toen het idee kwam om de Surinaamse emancipatiegeschiedenis te belichten, het belangrijk was om draagvlak te hebben in Suriname. Bij de tentoonstelling worden bijzondere documenten en archiefstukken getoond die een onderbelichte geschiedenis van de emancipatiestrijd in Suriname en Nederland hebben. De expositie duurt tot en met 28 april.